herenhuis vol ongetrouwde vrouwen. Het is een gevangen. Mijn vader heeft een nieuwe betrekking in Nuenen. En kreeg daarbij een pastorie, vrij van huur. Eén mond extra bij mijn vader en moeder aan tafel. Dat moet toch kunnen? Ik zie zijn ogen. Kort, maar te lang. Het is lente. Pas een paar dagen. Net te koud eigenlijk om uit wandelen te gaan. We gaan erop uit. Ook vandaag weer. We gaan bijna altijd naar de Oude Toren. Op de nu nog kale akker die aan het kerkhof grenst, stelt Vincent zijn ezel op. Hij bestudeert de toren. En ik hem. Het moment, vader. Dat is het ultieme geluk. En te weten dat God bij me is. Zodat ik op mijn knieën ga. En haar vraag of zij de mijne wil zijn. Ik wou dat ik nu sterven kon.